Nou, welkom allemaal, allemaal hier, maar ook allemaal thuis bij deze presentatie over de meest bijzondere plantenvondsten in Nederland van het afgelopen jaar. Mijn naam is dus Marnel Scherrenberg, ik ben collectiebeheerder bij Naturalis van botanie. Botanie in de oude zin, dus de algen en de schimmels die tellen daarbij ook nog mee. We hebben ongeveer 6 miljoen exemplaren en ik geloof 600.000 daarvan zijn Nederlandse planten. Dus de Nederlandse planten zijn bij ons heel goed vertegenwoordigd. Nou, ik heb deze presentatie dus gemaakt samen met Leni Duismaat, bij veel mensen waarschijnlijk wel goed bekend. Kijk, deze, tik die verder. Ja. Bij iedereen wel goed bekend, Leni, natuurlijk een beroemdheid, auteur van de flora. En we hebben samen alle planten die zijn binnengekomen bekeken en daarbij de meest bijzondere vondsten eruit gepikt. De meest bijzondere vondsten natuurlijk... van alles wat bijvoorbeeld buiten de normale vondplaatsen gevonden zijn, maar ook enkele nieuwe soorten voor Nederland. Nieuw, vaak wel helaas in de zin van uitheemse soorten die niet oorspronkelijk in Nederland voorkomen. Dus als eerste dank voor alle inzendingen van herbariummateriaal voor het herbarium om de collectie te verrijken, maar ook voor eigenlijk het eigen belang om de determinatie te controleren, te bevestigen. Dus heel erg bedankt daarvoor. We hebben helaas nog wel een beetje een achterstand. Maar alles wat ingezonden wordt, dat krijgt uiteindelijk van ons een antwoord. Het herbariummateriaal is ook de basis van deze presentatie. En is ook heel erg belangrijk voor het onderzoek. Het herbariummateriaal dat is opgestuurd, dat gaat ook gewoon de collectie in. En dat wordt dus weer gebruikt, ontsloten voor eigenlijk al het onderzoek ter wereld. Maar met name in Nederland. Het is ook allemaal digitaal beschikbaar. We hebben de planten opgezet. Dat heeft Ingrid gedaan. Ik heb het geregistreerd en Menno die heeft het gescand. Dus alles is ook digitaal beschikbaar. We hebben een scan gemaakt van elk exemplaar die, als u thuis, geloof dat u niet in de presentatie natuurlijk kan klikken. Maar uiteindelijk komt deze geloof ik online te staan. Dan kunt u op de link klikken of de link die daaronder staat, die wat verkort is. Daarmee komt u in de map terecht met alle scans van de exemplaren. Dus alles is ook te zien hoe dat uiteindelijk in het herbarium terecht. We hebben enkele trends gezien dit jaar. Het is natuurlijk ook trends van de voorgaande jaren. Maar deze zijn ook zeer relevant voor de presentatie. Als eerste de grensmaas, dat is het gebied ten noorden van Maastricht. Daar blijven maar steeds bijzondere vondsten voorkomen. Met name dit jaar ook van Sipke Gongrijp en Rien Onderstein. Deze zijn niet meegenomen in de presentatie, het zijn er best wel wat. Met name woladventieven, voor de mensen thuis die dat misschien niet weten. Adventieven zijn planten die niet van nature in Nederland voorkomen. Die expres of per ongeluk zijn meegekomen. Die dus zich hebben gevestigd in Nederland, maar die nog niet als invasief worden bestempeld. Als in ze verspreiden zich snel. Deze zijn meegekomen met name vanuit wol, dus in de wol van schapen. Zelfde manier van adventieven, campingadventieven, meegekomen aan de onderkant van tentzeilen bijvoorbeeld. Daar hebben we enkele voorbeelden van in deze presentatie, ook van andere vakantieparken. Ook in het stedelijk gebied zien we natuurlijk veel uitbreiding van niet-Nederlandse soorten. Veel exotische tuinplanten bijvoorbeeld, maar deze hebben we nu niet meegenomen in de presentatie. Ook veel potentiële invasieve soorten zijn er weer bekend. Komen er ook vandaag weer eentje tegen die voor het eerst in Nederland wordt gevonden. Die bijvoorbeeld meegekomen zijn uit aquaria die mensen misschien hebben gedumpt in lokale waterwegen. Of uitbreidingen vanuit vijverplanten. En ook inzaai blijft natuurlijk een zeer complicerende factor. Maakt het erg moeilijk om te zien of een plant ergens van nature zich heeft gezetteld. Want inzaai hebben we natuurlijk van exotische soorten. Maar ook gewoon van Nederlandse soorten die misschien daardoor heel ver buiten het normale verspreidingsgebied terechtkomen. En dan is het erg moeilijk voor ons, maar ook voor bijvoorbeeld de NDFF om te zien van wat precies is nou de route geweest van die soort. Maar buiten al dit exotisch materiaal hebben we natuurlijk ook gewoon ontzettend mooie spontane ontwikkelingen van Nederlandse soorten. We hebben er 21 om te doen, dus we moeten er een beetje rap doorheen. Maar als eerste hebben we hier de karweivarkenskervel. Zoals je ziet in het kaartje rechtsboven, komt met name rond de riviergebieden voor, maar is nu gevonden in de Oostvaardersplassen. Dus best wel buiten het normale gebied, ook in een wat aparte standplaats. We weten niet hoe die daar is gekomen. Waarschijnlijk door menselijk toedoen, misschien bijvoorbeeld in dierenvoeding van de dieren op de Oostvaardersplassen, maar precies weten we dat niet. Interessant exemplaar ook wel. Schermbloemigen die kunnen nog wat best wel moeilijk te identificeren zijn, te onderscheiden van elkaar. Maar deze heeft een vrij kenmerkend blad met dan geen omwindselblaadjes aan de basis van de stralen, maar wel aan de... Ja, de straaltjes, de omwindseltjes, die zijn wel aanwezig. Wat wel apart was ook aan dit exemplaar, is dat normaal deze soort ook heel goed te herkennen is aan een beetje een frattige papillen aan de basis van die schermstralen. Maar dat had dit exemplaar niet. Een voordeel van het feit dat dit exemplaar het herbarium in is gekomen, is dat wij het konden vergelijken met ander herbarium exemplaar. En toch voldoet dit verder aan alle kenmerken van deze soort.
Ook rivierkruiskruid, ook weer een Nederlands soort, ook uit dat rivierengebied. Maar deze is ook veel noordelijker gevonden dan wat hiervoor normaal is. Ook dit exemplaar, net als die vorige, iets afwijkend. Normaal heeft deze soort, die rivierkruiskruid, namelijk 6 tot 8 lintbloemen. En deze had er maar 5. Maar ook bij deze konden we het weer vergelijken. En de vele omwindselbladen, dat onderscheidt het toch wel van schaduwkruiskruid. Dus toch duidelijk deze soort. En ook bij deze, ja, onduidelijk of dit inzaai is of natuurlijke verspreiding. Maar we moeten het maar te koop nemen. 3 vondsten van een hele nieuwe soort voor Nederland. Soliva stolonifera heeft dus ook nog geen Nederlandse naam. We hebben wel een andere soort, Soliva sessilis, die al langer in Nederland voorkomt. Een soort van zustergroep of zusjes soort daarvan. Maar deze heeft geen uitlopers, terwijl de Soliva stolonifera dat wel heeft. En daarvan is ook het blad ietsje meer ingezaagd, ietsje dieper. Dus daar, op die manier, is dat wel te onderscheiden. Deze zijn alle 3 gevonden op kampeerplekken, op vakantieplekken. Dus waarschijnlijk ook weer zo'n soort campingadventief, hoe die is meegekomen. Je zou het ook misschien niet zeggen, maar dit is ook een Astracee, dus een composiet. Het is een vrij apart klein plantje. Dan een tengere veldmuur, gevonden door vrijwilliger van het jaar van vorig jaar, Willemien Troelstra, in Rotterdam. Ook als je dat op de kaart kijkt, best wel raar, want het komt met name voor in het zuiden van Maastricht, of van Limburg. Maar deze was gevonden tussen de bestrating. Ook dat weer apart, want deze komt normaal meer op kleigronden voor. Ook wel af en toe zandgronden, dus waarschijnlijk vandaar die parkeerplaatsen. Een ernstig bedreigde soort, wel gewoon inheems. Dus mijn oproep is ook kijk toch wel misschien wat strenger naar die plantjes die tussen de straatstenen zijn. Misschien dat deze plant toch ietsje meer voorkomt in de stedelijke gebieden dan we voorheen dachten. Het lijkt misschien op het eerste oog op een van die vetmuren bijvoorbeeld, of een ander soort muur. Ook over muren gesproken, we hebben de bermvogelmuur. Dit is een hele nieuwe soort voor Nederland. Zodanig nieuw dat deze soort ook maar in 2019 is beschreven. Het is voor het eerst beschreven in Tsjechië. Maar vervolgens kwamen er allemaal berichten uit heel Europa dat deze plant in allemaal landen toch gevonden is. De reden dat we deze nooit eerder hebben ontdekt is, hij lijkt sprekend op de gewone vogelmuur die we natuurlijk overal in Nederland vinden. Het is ook onderdeel van een hele soortcomplex, dus er zitten waarschijnlijk nog meer kleinere soorten in. Deze is waarschijnlijk ook weer een resultaat van een hybridisering tussen meerdere van die soort van subsoorten in het mediacomplex. Is daardoor ook heel moeilijk te onderscheiden van die Cellaria media, die vogelmuur. Er zijn 2 kenmerken waar je enigszins naar kan kijken. Ten eerste is die plant veel forser dan media, maar ja, je hebt ook wel weer vrij forse exemplaren natuurlijk van de gewone vogelmuur. De bloeiwijze takken die zijn ietsje langer dan gemiddeld en die zijn vaker wat gelijk aan elkaar, terwijl dat niet het geval is bij de vogelmuur. Maar het enige echt hele sterke kenmerk is het zaad en dan met name de papillen op de stekels op het zaad. Cellaria media, die gewone vogelmuur, die heeft wat vlakkere stekels, meer een soort van nopjes, terwijl deze heeft echt duidelijk puntige stekels en daarop zitten dan sporadisch wat kleine papillen. Dus om dit materiaal echt met zekerheid te zeggen, stuur het op naar Naturalis. Wij vergelijken het met het materiaal dat we hebben, dankzij Ten Holt. En dan komt het ook weer de collectie in. We hebben nu 3 punten geplaatst op de kaart, maar daar zullen er hopelijk zeker het komend jaar wel weer meer bij komen. Dus ook de oproep aan jullie thuis, maar ook aan de mensen in de zaal. Trek toch eens die vogelmuur uit de grond en ga eens wat beter kijken. Het veldwarkruid is een hele leuke vondst die is gedaan in Leiden. Het is niet een inheemse soort, die is waarschijnlijk ook meegekomen met de teunisbloemen die daar stonden. Een parasitaire soort, een bindensoort, een Convolvulaceae, wat dunner dan de meeste andere barkruiden die we kennen. Ook zijn de stengels glad, hoewel je wel kan zien dat er een soort van papilletjes op zitten aan de uiteindes. Maar verder klopte dat ook helemaal met het herbariummateriaal. We hebben ook de eerste van de Cypraceae, de zeggensoorten, de Carex divulsa gevonden. Een vrij zeer zeldzame soort die met name in het zuiden ook weer van Limburg voorkomt. Maar aan de kaart te zien is dit dus een hele noordelijke vondst ervan. Je vindt hem dus in het zuiden van Limburg, maar ook in je lokale Hoornbach. Dus bij deze is het ook weer een beetje onduidelijk van, is dit nou echt een natuurlijke uitbreiding of toch een uitgezette plant. Herkenbaar aan de eerste internoden, dus de noden, de plekken waar die bloemen, die bloeiwijzers zitten. Daartussen is die afstand van de eerste vrij groot. Ook dit exemplaar, net als die eerste 2 die we hebben behandeld, wat afwijkend met een wat andere ligula en ook de urntjes waren geloof ik wat anders. Maar dit is toch bevestigd door Jacob Koopman, een groot expert op het gebied van zeggens. Tweede van onze Carex, of superachtige, Heleogarus ovata.
Ook bij deze, nou, een hele zeldzame soort die wel ook in de rest van Europa voorkomt. Dus waarschijnlijk wel gewoon inheems is, maar gewoon een zeer gevoelige soort. Herkenbaar aan de borstels die op de nootjes, in het linkerplaatje, zijn die borstels langer dan het nootje zelf. En ook de stelvoet, dat is het iets lichtere gedeelte daarvan, die zijn minder dan 2/3 van de breedte. Dus ook bij deze, net als bij die bermvogelmuur, moet je toch weer die loep erbij pakken. Het is een vondst van een collega van mij, Jan Wieringa. Die leidt ook een project van het op de kaart zetten van botanische vondsten in Nederland. Maar is ook gewoon mijn collega collectiebeheerder. Die heeft deze vondst gedaan in Hilversum van Ulix minor. Enigszins nieuwe soort voor Nederland. Hij is 1 keer eerder ontdekt, maar het is ook heel onduidelijk hoe deze hier is gekomen. Het is bij een natuurbrug tussen allemaal Ulix Europeus, dus de gewone gaspeldoorn. Maar ja, ook deze. We weten het niet. Misschien dat die gaspeldoorn daar is ingezaaid en dat er per ongeluk zaadjes van Ulix minor tussen zaten. Of misschien is het aangevoerd met oud legermateriaal bijvoorbeeld. Een heel typische verschijning tussen die Ulix Europeus, want die waren allemaal uitgebloeid en deze stond eind september alsnog in bloei. Verder heeft hij ook hele lange pijperdagachtige takken, terwijl dat bij gaspeldoorn een stuk borsteliger is. Ook zelfs de kernmeting gedaan door Ben Zonneveld, die gaf toch wel echt duidelijk aan dat dit echt een hele andere soort is dan die daar verder stond. Amphysia grandiflora wordt ook wel grote wikker genoemd. Die is op deze plek gevonden sinds 2019, maar die is meerdere keren ook opgekomen. Dus is ook weer onduidelijk hoe dat zat nou met inzaaiing. Nou kunnen deze zaden wel erg lang overleven, waarschijnlijk meer dan 5 jaar. Dus misschien dat het uit een oude zaadbank terecht is gekomen. Lijkt heel erg op gele wikken, maar een groot kenmerk daar, of een verschillend kenmerk daartussen, is dat de kelktanden bij deze soort gelijk zijn, terwijl die verschillend zijn bij de gele wikken. Dus toch die loop weer. Dit is onze mogelijk potentieel zeer invasieve waterplant, aquatische plant. Polisneria australis, ook weer een hele nieuwe vondst voor dit jaar. Rechtsboven zie je het kaartje van Polisneria spiralis, een andere soort die zich heel hard aan het verspreiden is in Nederland. Heel hard, zich in ieder geval aan het goed aan het settelen is in Nederland. Die australis is de eerste vondst in Nederland, maar deze heeft zich al uitgebreid in andere Europese landen. En zoals je kan zien in het plaatje linksonder, dat is de stadsgracht van Blokzijl, is die daar ook al lekker bezig. Onderscheidt zich van die Polisneria spiralis met name door de breedte van het blad. Zoals ook in de tweede foto van links mooi te zien is aan de wortel die als schaal is gebruikt. Het is dus een plant zeker om op te gaan lekken de komende jaren. Nog zo'n potentieel probleem van potentieel invasieve soort is Penning's headthroy. Is gevonden op een plek bij Olst. Sinds 2018 waren er enkele tientallen te vinden, maar nu zijn het al vele duizenden. Dus duidelijk een woekerende plant die ook heel erg op liggende headthroy lijkt. Dus ook daar kijk eens wat beter, want het onderscheid van de vierkantige, de vierhoekige stengel, die geeft het onderscheid. En op deze manier kunnen we misschien wat beter traceren hoe deze plant zich aan het verspreiden is. Oorspronkelijk ook uit Noord-Amerika. En weer een vijversoort in dit geval, of in ieder geval een soort die mensen vaak kopen, ook weer in de Hornbach, voor naast de vijver, is Mentha sarvina. Ja. Weer een optie voor iets dat zich mogelijk snel kan verspreiden. Met name voor die toch wel vrij kwetsbare populaties die mogelijk aan plassen groeien. Een onderscheid van deze ten opzichte van de andere lipbloemige is dat de kelk 4-tandig is. Terwijl die mede andere soorten in deze familie vaak 5-tandig zijn. We hebben ook een hele leuke vondst gedaan in Leiden. Dus in de buurt van Naturalis. Het vogelnestje. Een parasitaire orchidee. Een hele aparte vondst. Het komt verder natuurlijk alleen in het zuiden van Limburg voor, zoals gewoonlijk. En ook in Kennemerland. En tot een jaar of 80 geleden werd die ook nog gevonden in Wassenaar. Maar sindsdien niet meer. We hebben dus ook weer geen idee hoe deze soort hier is aangekomen. Het is ook een soort met maar hele kort levende zaden. Dus het is een mysterie. Maar het is wel een hele leuke vondst. Meerdere tientallen zijn er gevonden die waarschijnlijk ook al een paar jaar daar staan, maar gewoon nooit eerder waren opgevallen. De gemeente was ook van plan om deze hele berm af te graven om daar een natuurvriendelijke oever van te maken, maar duidelijk is dat dus niet nodig. Een ander parasitair plantje, een half parasitair plantje in dit geval, Paraticellia latifolia, gevonden, zoals hier heel mooi in het midden te zien is, door Sipke Gongrijp met een foto van Ben Bruinsma. Die waren lekker aan het botaniseren op Vlieland en die hebben onder andere natuurlijk dit plantje gevonden. Lijkt heel erg kleverig
lijkt heel erg op kleverige oogentroost, maar deze is eigenlijk in elk opzicht een stuk kleiner. Waarschijnlijk ook weer meegekomen met campingmateriaal. We hebben nu twee klaarverzuringssoorten, Oxalis delenii om mee te beginnen. Ook weer veel noordelijker gevonden dan wat we meestal zien van deze soort. Met een, het is een rechtopstaande plant. De vruchtstelen die zijn teruggeslagen, dus die knikken echt terug aan het plantje. En ook met name het verschil tussen die zaden, de knoppels op die zaden, de lijnen die je daar rechtsonder kan zien, die zijn erg onderscheidend. Let daarbij wel ook op bij het plaatje in de flora, want die zijn net even verwisseld met de andere soort. En een tweede leuke vondst is Oxalis exilis, de kleine klaarverzuring, heel noordelijk gevonden. En deze soort komt oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland, is dus zich mogelijk ook weer aan het verspreiden. Lijkt exact op de gewone klaarverzuring, de gehoorne klaarverzuring, precies. Een heel standaard soort in de steden. Dus kijk ook bij die is, trek hem weer eens uit de grond. En tel met name die meeldraden, want dat is een belangrijk aspect. Bij de gewone gehoorne klaarverzuring zijn het er altijd 10. En bij deze zijn er 5 goed gevormde meeldraden en 5 slecht gevormde. Dan hebben we Plantago afra, wordt ook wel vlozaad of psyllium genoemd. Er zijn 2 vondsten van gedaan dit jaar. Lijkt heel erg op zandweegbree, maar deze heeft klierharen bovenin. En ook de schutbladen die in het middelste plaatje te zien zijn, die zijn hier allemaal gelijk. Lijkt natuurlijk verder niet zo goed op, niet echt op de andere Plantago-soorten die we misschien kennen met die meer basale bladen. Kijk hier ook eens goed naar. We hebben 2 grassoorten, Bromus racemosus om mee te beginnen, de trosdravik. Gevonden naast een fietspad bij een hooiland van Staatsbosbeheer. Dus ook bij deze is het weer onduidelijk of het is ingezaaid of een natuurlijke verspreiding is. Opmerkelijk van dit ene exemplaar is dat de kenmerken precies tussen de 2 ondersoorten zaten. De racemosus en comitatus soorten. Trekt misschien ook wel weer de validiteit van die ondersoorten in twijfel. Maar wel interessant voor ook dit exemplaar. Het andere gras is het bleek kweldergras. In dit geval een ondersoort van het stompkweldergras, ook weer heel noordelijk gevonden. Het onderscheid tussen deze ondersoort en de gewone nominaatsoort is dat de lemma's, die ook links onder in het beeld zijn, bij de nominaatsoort, dus de stompkweldergras, zijn deze een beetje vliezig aan de top, terwijl bij het ondersoort borealis zijn die spitser. De vrije zuring, ook weer een ondersoort. Gevonden, hoe kan het ook anders, in een vakantiepark. Weer meegenomen uit de Mediterrane. Dus die vakanties naar Italië, die hebben toch echt wel effect op de Nederlandse soortbank. Ze hebben typische rosetbladeren die heel vioolvormig zijn. En verder ook aan die kleppen zijn ze goed te herkennen. Bijvoorbeeld aan die lange draden die eraan vastzitten en een frattige middelste knoppel. En als laatste exemplaar hebben we de langstelig fonteinkruid. Een heel leuk plantje, goed te herkennen. Ook al is een potamogeton vaak een best wel lastig geslacht, is deze vrij typisch. Heeft namelijk een zigzaggende stengel. De bladeren zijn ook allemaal zittend. Hebben aan de kop een soort van samengetrokken kapje. En het is een heel leuke verschijning. Heeft geen drijfbladen. Is hier gevonden voor het laatst in 2007, maar nu weer opgedoken, vrij letterlijk, in Bronnigerveen. Dus ook weer een mooie vondst van gewoon een inheemse Nederlandse soort. Deze presentatie hadden we niet kunnen doen zonder die binnenkomst van dat prachtige materiaal. Dus hartstikke dank daarvoor. Blijft altijd welkom. Mocht je iets dus leuks tegenkomen, iets wat bijvoorbeeld ver buiten het eigen verspreidingsgebied zit, of heb je een plant waarbij je toch die determinatie niet helemaal zeker weet, dan mag je het gewoon opsturen. We hebben hier het adres waar het dan naartoe kan. Ook voor vragen, opmerkingen of aanbieden van materiaal kunnen jullie ook altijd een van ons mailen daarover. Dus dat is hieronder te zien. Nou, voor dus de scans van het materiaal, dat was op de 2e of 3e slide geloof ik, kunnen jullie teruggaan. Maar ik heb hier ook nog een link voor de instructies van hoe je dit materiaal moet verzamelen. We zien het namelijk het liefste op een bepaalde manier gedroogd. En we zien natuurlijk ook het liefste zoveel mogelijk informatie erbij. Dus met name ook de informatie die dan geregistreerd wordt, bijvoorbeeld op waarneming of op telmeting. Dus daarvoor kunnen jullie deze links gebruiken. En dan wil ik jullie heel erg danken voor jullie aandacht. En als er vragen zijn, dan hoor ik die graag.